Ik dacht even dat ik in Hollywood zat. Hé? Ja, iedereen wil op de foto. Ah, zo gezellig. Wat een volk, hè? Wat een volk. Ik ben super gelukkig dat ik niet alleen een lieve vrouw heb, een lieve kinderen en kleinkinderen, noem maar op. Vrienden, niet te vergeten. Maar dat iedereen die hier is, zit in mijn hart. Goed, in het begin voelde ik me niet echt lekker. Maar je wordt vanzelf vrolijk, hè, met zoveel mensen, met zoveel complimenten. Ja, met zo'n goed boek, want het boek is echt, al is het mijn eigen boek, fantastisch om te lezen. En door het boek heb ik mijn hele carrière weer meegemaakt. Bombardement hier, bedreiging daar, pistool tegenover me, mes tegenover me, een bijl achter mijn kont aan. Ja. Het is een taaie rakker, hè? Ik moet jou heel eerlijk zeggen, toen hij met die Gerard Cox en zo naar Cuba geweest was, toen kwam hij terug. Lag hij in het ziekenhuis in Nieuwegein. En toen ging ik met mijn vrouw naar het ziekenhuis. Toen zei ik tegen haar, die komt hier niet meer uit. Dat is 2 jaar terug. En 2 weken later zit ik weer met hem te eten bij Moekerspijk. Hij is zo'n taaie rakker. 80 en dan zo'n carrière. Zo ontzettend veel gedaan op televisie. Variërend vanuit de tijd dat er nog geen internet was. En dat als een journalist terugkwam uit Afrika, dat hij wekenlang op televisie was met een reportage daarover. Tot aan de week van Willy Brort. En later, ja, geweldige man. Je vrouw zei, Willy Brort is heel erg onzeker. Ja. Ben je het daarmee eens? Ja. Ja. Waarom hebben we dat dan nooit gemerkt? Ja. Hoe verbergt je zoiets? Ja, dat is mijn vakmanschap dan toch weer. Ik ken niet Willy Brort, niet als iemand die hard is. Maar wel echt een ongelofelijke doordouwer is en niet zo heel erg snel geneigd is om zijn kwetsbaarheid te laten zien. Het moet me altijd vermannen, maar als de camera loopt, ja, dan gaat hij. Wat voor knop gaat er dan bij jou om? Ja, dat weet ik niet. Gaat automatisch. Dan ben ik echt een journalist en dan wil ik de vragen stellen die gesteld moeten worden. Ja. Ik dank jullie trouwens als Telegraaf heel erg. Want ik heb heel veel onderwerpen voor de week van Willy Brort bij jullie weer gehaald. Nou, bij deze, graag gedaan. Ja, het is jammer, want ik bedoel, was het 5, 6 jaar geleden liep hij nog dus de Nijmeegse Vierdaagse? Ja, ik denk het wel, hè? Ja, dat is klaar toch? Toen dacht ik al, waar begin je aan, man? Ben je 75, 74? Ga je de Zesdaagse van Nijmegen lopen, maar Kees? Dus ik ken hem echt als een rouwdouwer en als een ontzettend lieve familieman. Ik weet nog dat ik een... Ik had een modeshow iets daar. Dat is echt totaal niet iets wat voor Willy Brort heel interessant zou zijn. Maar dan kwam hij toch langs met zijn dochter. En ik ben gek op hem. Ja, ik ken hem nou meer dan 25 jaar. En ik had liever gehad dat hij 100 werd. Ik wil heel veel zeggen dat als ik later in de hemel ben en in de bar zit, met die beroemde engel, met die beroemde grote borst, dat ik aan jullie ga denken en vast een plaatje zal reserveren, oké? Okay?